krant van kaas en zuivel. Het is lente en dat betekent dat de koetjes weer lekker naar buiten gaan en dat het tijd wordt voor graskaas. Super lekkere, romige graskaas. Ik kan niet wachten. En ik neem je daarom vandaag mee naar biologisch dynamische boerderij Noorderlicht. Deze boerderij is van Kees en Maria van Galen. Die woonden vroeger bij mij in de straat. Dus eigenlijk is mijn liefde voor graskaas ook bij hun begonnen. Je vindt boerderij Noorderlicht in Noorderloos. Midden in het prachtige groene hart van de Alblasserwaard. De koeien zijn lekker buiten. Nou ja, daar komt natuurlijk die heerlijke graskaas van. Alleen, wat is graskaas nou precies? En waarom is het zo lekker? Dat weet Maria. Ja, het is niet zo lekker omdat die koeien dan het eerste malse gras vreten. Ze verwerken dat in hun viermagen en dan wordt de melk ook lekkerder. En hij is altijd iets zachter, iets geler, omdat in het gras ook carotien zit. Doen jullie nog iets speciaals voor de koeien of voor het gras om het zo lekker mals te krijgen? Nee, dat is eigenlijk dat is gewoon het doet die natuur. Maar wel, kijk, het is natuurlijk wel van ook dat soort gras wat je hebt, dat doet ook iets. Ne? Bij ons zijn heel veel kruiden daarin. En we werken op een biologisch dynamische manier. Dan zorg je ervoor dat het bodemleven heel erg gestimuleerd is. Ik heb nu boer Kees ook even erbij gehaald. Want we lopen tussen de koeien hier. We hebben ze natuurlijk vanmorgen naar buiten gelaten. Ik vraag me eigenlijk af, want jullie zijn biologisch dynamisch. Wat houdt biologisch dynamisch nou precies in? Heel kort zeg je, bij biologisch laat je iets weg. Kunstmest en bestrijdingsmiddelen. En bij biologisch dynamisch voeg je nog iets toe. Dat zijn de preparaten voor die mest. En verder heel concreet, ja, je ziet dat de koeien die mogen allemaal hun horens houden. En je ziet dat, ja, ik vind dat ze daardoor ook vaak veel levendigere uitstraling hebben. En dat levende, dat is ook iets wat bij het biologisch dynamisch hoort. Dat je probeert bij alles zoveel als mogelijk het levende daarin te houden. Dus je mag nog een derde minder mest gebruiken. Daardoor vind je een kruidenrijke grasland als je met je camera naar beneden gaat. En je ziet de pinksterbloemen, paardenbloemen, madeliefjes. En smaakt dan de kaas ook anders? Ja, dat is op den duur. We hebben toch een soort salade buffet. Niet alleen één soort gras, maar verschillende grassen en ook verschillende kruiden. Dus dat geeft toch een vollere smaak aan de kaas. Kees die heeft speciaal voor mij toch even een stukje geboord uit de graskaas. En we zijn eigenlijk nog een beetje te vroeg. Ja, toch nog anderhalve week wachten. Ja. Nog anderhalve week wachten. Ja. Maar ik vind dit wel heel lekker. Oké, Kees en Maria, hartstikke bedankt voor alle informatie en voor de lekkere kaas. Jullie heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Doei. Leonie, ja? Deze kaas nog meenemen voor Francesca. Oh ja, dat is een goeie. Dat zijn de eerste graskaas en dan kan jij straks al van de eerste kaas nog een keertje proeven. Nou, Francesca, de dochter van Kees en Maria, die runt de boerderijwinkel. En dat is wel nog steeds bij mij om de hoek. Dus deze, die gaat bij mij mee en die ga ik straks dan even bij de boerderijwinkel afleveren. Nou, ik ben er. Boerderij Bloeiend Landlust, waar ik dus al zo'n beetje mijn hele leven kaas haal. Ik ga er nu een keertje kaas brengen. Het is weer eens wat anders. Hij moet dus nog een weekje rijpen, maar binnenkort ligt hij in de winkels. De enige echte graskaas.